Piep. Hoera! Kom je wel zo naar beneden, hè? Je moet wel naar school. Hè? Hey, dat zal Milou zijn. Dag Milou. Hé, hey, dat is er eens. Jongens en meisjes, volgens mij hebben we een jarige vandaag. Hé, Bram? Schrijf maar op. 10 keer 10. Heel goed gedaan. Yeah! Wat is dit? Zoeken we? Ja. Bram, ben je nou weer niet aan het opletten? Wat verdikken, hoef je te verdikken? Bram, kom je? Is er iets? Bram? Niets. Hé, hey, wat is er? Je kijkt zo sip. Niks. Ik heb een beetje hoofdpijn. Wil je niet met je autootje spelen? Lieve mama, het is genoeg geweest. Elke keer moeten ze mij pesten. En als ik dadelijk terugkom, ga ik kijken dat je het goed hebt gelezen. Dus ik adviseer om goed te lezen. Oké? Ja, propje maken.
Ja, het gaat wel. Oké, doen we allemaal jullie boeken dicht. Wie kan mij vertellen wat de kernwoorden van deze tekst zijn? Rowdy? Ja, koetjes en kalfjes, denk ik. Ah, leuk zeg. Iemand anders misschien? Bram? Weet ik niet. Ik heb niet alles gelezen. Nou, je had zoveel tijd om de boel te lezen. Hoe komt het dat je het niet hebt gelezen? Weet ik niet. Hé, hey, dat zie je zo wel. Hey. Je moet er gewoon boven staan. Moet het iemand vertellen? Ik kan het niet vertellen. Als ik het vertel, dan wordt het alleen nog maar erger. Hey, kom op, kom op. Lief terug, jongen. Ja, kom op, hè, kom op. Hey, jongens, wat? Elke keer moeten ze mij pesten. Elke keer gooien spullen naar mij toe. Kom op! Geef terug! Geef terug! Ja, yeah. Kom! Ja! Geef terug! Hey. Wacht maar, jongen, ik pak hem! Ik kan het niet meer. Het spijt me, mam, dat ik het niet eerder heb verteld. Dan zou het alleen nog maar erger worden. Mam, ik hou van je. Liefst Bram. Daar is hij. Een sukkel!